Adrie Poldervaart, ik sta hier wederom met een tevreden man, kan ik wel zeggen. Een 3-2 overwinning bij GVV uit, dat moet goed doen. Ja, zeker als je weet hoe GVV bezig is. 22 punten, toch de nummer 2. Ze hebben Dordrecht uitgeschakeld, ze spelen derde ronde KNVB-beker. Het gaat erg goed met ze. En 8 wedstrijden thuis gespeeld, 8 wedstrijden gewonnen en dan komen wij. Nou, ik ben blij dat we voor ons dat wij dat omgezet hebben in een overwinning. Ik vind het minder voor Nico Oosterlee, want dat vind ik een zeer fijne vent. Maar ik ben blij voor ons. Ja, dat is eigenlijk goed om te horen. Als we dan de eerste helft ingaan. Je begint eigenlijk hartstikke goed de eerste 20 minuten, maar daarna zakt het een beetje af. Ja, de eerste 15 minuten, 20 minuten, ik denk eerder 15, hadden we het redelijk onder controle. Misschien wel kleine mogelijkheden. Ja, daarna gingen zij toch beter opbouwen. En kregen ze gewoon meer de bal. Daar moesten wij meer achteruit. En wij moesten sneller de lange bal hanteren. Nou, die verloren we allemaal. En weer uit een doodmoment krijgen wij een goal tegen. Ja, dat is wel heel erg triest. Maar dat gebeurt helaas. Ja, 1-0. Een rust ingegaan. Gezegd dat we weer op dezelfde manier druk moesten spelen als de eerste helft, het begin. Nou, dat hebben we gelukkig gedaan. Toen konden we ze ook meer uit onze 16 houden. Kregen zelf iets meer de bal. En nou ja, goed, dan maakt Rami mooi de 1-1. Ja, daarna komt er een prachtige 2-1 van Jongman met een vrije trap. En daarna maakt Ali nog de 3-1, een goede aanval. En daarvoor hebben we ook al nodige mogelijkheden gehad met gevaarlijke voorzetten van Delen. En Bas Maurits zelf, die alleen schuim de keeper afging. We hebben niet zo heel veel weggegeven in de tweede helft. Misschien een schot van Terschegget het over. En nou ja, dat is 1-3 en dat moet eigenlijk klaar zijn. Dan maken zij nog een mooie goal met Lamucci. Dat moet ik zeggen, dat is een prachtige goal. Dus, maar goed, dat doe ik zelf aan de overwinning. Het is jammer van die ene goal. Nee, dat klopt zeker. Als we dan eigenlijk even teruggaan naar de rust. Dat is een heel belangrijk moment in de wedstrijd eigenlijk, kan ik wel zeggen. Je gaat met 1-0 achterstand ga je de kleedkamers in. Wat geef je die jongens eigenlijk mee voor de tweede helft? Nou, ik net al zei, in ieder geval zorgen dat we op die andere manier pressie gingen spelen zoals we getraind hadden en afgesproken hadden. Dat deden we te weinig. Dat was 1. Ja, en ik vond het allemaal net niet, weet je wel, balletjes, net niet. En zij wel, door mijn praatjes zal het niet gelijk in één komen, maar dat moet je wel aangeven. Nou, daarna hebben ze dat redelijk goed opgepakt, vind ik. En wij wonnen daardoor ook meer duels. En zij werden ook slordig, omdat wij iets meer pressie gaven. En dan worden zij ook slordiger. Nou ja, en dan, als wij dan de bal krijgen, ja, dan kunnen we wel aardig ballen, ja. Nou ja, dan gaan we eigenlijk vooruitkijken naar deze mooie overwinning, naar volgende week. Hebben we Lisse thuis eigenlijk. Die staan momenteel nu met 1-0 voor mij nog tegen Kazakken Boys. Hoe gaan we ons daarop voorbereiden eigenlijk? Ja, 2 wedstrijden bekijken. Maandag, dinsdag, donderdag trainen. En ja, Lisse is toch een gevaarlijke ploeg. Ze winnen thuis van GVV ook met 2-0. Ze verliezen dan wel van Katwijk. Ze winnen uit bij de dijk, wel tegen 10 man. Maar ja, Lisse is wel een karakterploeg. En die zullen waarschijnlijk ons spel laten maken. Nou ja, goed, dan moeten wij zorgen dat we dan de juiste keuzes maken. En dus heel de week kunnen we weer lekker aan de gang. Ja, en dan eigenlijk nog als laatste puntje. Hoe staat het met de blessures? Een aantal vervelende blessures in de groep natuurlijk. Wat is een progressie daarin eigenlijk met een aantal jongens? Esaias van Splinter. Esaias had gehoopt vandaag erbij te zijn. Een kleine terugval donderdag gehad. Dabagian, die gaat de goede kant op. Die kan denk ik aansluiten. Of Splinter was ook aan het lopen. Die gaat ook beter. Dus die komt ook terug. Navai Sanchez is nog wel een jongen die even wat langer eruit is. En ik hoop dat we geschonden uit deze wedstrijd komen. Want anders, ik ben de vorige 2 weken geleden 3 kwijtgeraakt. Ik wil nu niks kwijtraken, want daar zou ik niet veel meer over nemen.